Carolien Svoboda. Toen ik mijn naam uiteindelijk hoorde, toen was het echt een shock. Want je hoopt erop dat je de winnares wordt. Maar uiteindelijk hebben wij met z'n drieën dezelfde kansen gehad. Dus dat was echt zo goed. Wauw, ik ben het echt geworden. Heb ik het goed gehoord? Of komt er nog aan, jij bent de derde? Maar dat kwam gelukkig niet. Dus ik, toch wel echt een adrenaline en een soort van wauw, bekroning op niet alleen de avond en natuurlijk de voorbereiding van maanden tot de verkiezing, maar gewoon een soort bekroning voor hetgene wat ik al 15 jaar lang doe. Applaus voor de winnares, Zakenvrouw Noord-Limburg 2014, Carolina Svoboda. Nou, de volgende dag was ik werd wakker. Ik moest echt kijken in de woonkamer, staat hij daar nog? Dus. Nou, wat ik sowieso aan alle vrouwen, maar ook mannen die in het publiek zaten en ook mensen die natuurlijk de filmpjes van de verkiezing op internet terug hebben gezien, om hun te laten zien dat het succes bereiken kan. Dat is mogelijk als je maar weet je, de juiste instellingen hebt, de juiste beslissingen neemt, is het mogelijk om succes te bereiken met een beetje lef natuurlijk erbij, wat heel duidelijk uit mijn pitch naar voren kwam. Weet u wat mijn favoriete woord in het Nederlands is? Lef. Ik heb het lef gehad om op mijn 19e naar het buitenland te gaan. Ik heb het lef gehad om in mijzelf te blijven geloven, de taal te leren, te groeien in het bedrijf en een directiefunctie af te dwingen. De mensen waren onder de indruk van de pitch. Direct na de verkiezing kreeg ik van vreemde mensen die ik nog nooit gesproken heb hele positieve reacties. Maar ook waren wij vanuit ons bedrijf met hele grote groepen vertegenwoordigd. Ook met klanten die aanwezig waren in de zaal. En toch wel echt, mensen wisten niet dat ik zoiets kon. Het heeft de mensen geraakt. En dat vond ik heel mooi. Ja. Toon lef. Neem je verantwoordelijkheid en geef nooit op. Het komt niet vanzelf, er zullen ook tegenslagen komen, maar gewoon niet opgeven en echt geloven in zichzelf. En dan komt dat op in je met een bekroning en het succes wordt bereikt. Het is gewoon mogelijk.